Stel, je zit met zware hoofdpijn in de spreekkamer van dokter Janssen. Gek word je van het gebonk in je kop. Dan wil je het medicijn dat jou het snelst van die pijn afhelpt. Janssen hoort je klachten aan en overweegt welk medicijn hij voorschrijft. Twee opties, pil A en pil B. A is het effectiefst voor deze klacht, maar B helpt ook wel en wordt verkocht door een bevriende farmaceut, bij wie Janssen laatst nog een lucratieve lezing mocht geven. Janssen kiest voor pil B. Artsen die bijklussen in de farmaceutische industrie en daardoor niet meer onafhankelijk zijn. Dat kan gebeuren in het huidige systeem. Een extra klusje hier, een vriendendienstje daar, een snabbel is goed voor netwerk en portemonnee. En als de Belastingdienst ervan weet, is het ook helemaal niet verboden. In Nederland zijn we er zelfs uitzonderlijk open over. Als enige land ter wereld hebben we een transparantieregister. Daarin vind je hoeveel jouw arts bijverdient in de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld als hij, net als Janssen, een lezing geeft of nascholing doseert of bedrijven adviseert. De bedragen lijken niet zo hoog. Vorig jaar verdienden 3800 zorgverleners 8,6 miljoen euro bij. Gemiddeld 2200 euro per persoon. Onder zorgverleners vallen huisartsen, specialisten en verplegers, maar ook apothekers en dierenartsen. Maar als je beter kijkt, is het transparantieregister eigenlijk niet zo transparant. Niet alle informatie staat erin. En het is geen overzichtelijke ranglijst waarin je in een oogopslag ziet hoe grootschalig zorgverleners bijklussen. Nee, van iedere arts moet je het registratienummer achterhalen en dat in combinatie met zo'n onleesbare CAPTCHA-code invoeren voordat je ziet of, en zo ja, hoeveel die bijverdient. De stichting brengt alleen de jaarcijfers actief naar buiten. Nederland heeft alleen al 60.000 artsen, dus het gaat om een paar procent bijklussers. En zo ontstaat het idee, ach, die 3800 bijverdieners, dat stelt niks voor. De Volkskrant checkte of dat zo is en focuste op de bijverdiensten van medisch specialisten. Specialisten zijn immers de artsen die de duurdere medicijnen voorschrijven. En dan blijkt dat gemiddelde van 2200 euro is nogal verhullend. De nummer 1 kluste bij voor bijna 40.000 euro. De laatste op onze lijst kreeg 33 euro. 75 artsen verdienden meer dan 10.000 euro bij en bijna 800 specialisten minder dan 1.000 euro. De betaalde samenwerking met artsen zou zorgen voor betere zorgverlening. Maar is een gift alleen maar een gift of is het meer? Dat is moeilijk aan te tonen. Wel wijzen 4 Amerikaanse onderzoeken uit dat artsen die geld krijgen van de farmaceutische industrie meer dure medicijnen voorschrijven. Dure medicijnen die worden gemaakt door de bedrijven die hem betalen. Terwijl je zittend in die spreekkamer zeker moet weten dat dokter Janssen pil B voorschrijft omdat het het beste geneesmiddel is en niet omdat hij wordt betaald door de fabrikant. En wat de ontvangers van kleine bedragen betreft, uit onderzoek blijkt dat beïnvloeding begint met een klein geschenk. Proefpersonen die een notitieblokje en een pen kregen met het logo van een farmaceutisch bedrijf erop stonden positiever ten opzichte van het medicijn van dat bedrijf. Dus, kan ik checken of mijn arts geld ontvangt? Ja. Worden we massaal benadeeld? Nee. Maar bestaat het risico dat Janssen een slechter middel geeft vanwege zijn relatie met de farmaceut? Ja.